Hoi, hoi. We gaan vandaag iets over persoonlijk en bezittelijk voornaamwoorden leren. Wat is het verschil tussen beide? En hoe kun je ze herkennen en vinden in de zin? Het doel is dus dat je beide kunt herkennen en het verschil tussen beide kent. Het programma is, dat we eerst bekijken, wat is het persoonlijk voornaamwoord? Hoe ziet het eruit? Hoe is het verschil tussen het persoonlijk voornaamwoord in de eerste en de vierde naamval? Hoe herken je het? Wat is het bezittelijk voornaamwoord en wat is het verschil tussen persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord? Dus je hebt hiervoor je grammatica, dus je boek op pagina 21 en 22 nodig en iets te schrijven. Hier heb je een Übersicht darüber, hoe het persoonlijk Vornamenwort in der ersten und vierten Namenfall herauszieht. In der ersten Namenfall, das kennen wir alle, das ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, en, sie mit Hochletter. Und dann sehe ich der achte, das persoonlijk Vornamenwort in der vierten Namenfall, das ich, mich, du, dich, er, ihn, sie, sie, es, wir, uns, ihr, euch, sie, en, sie, in deze keer weer met hoofdletter. Dus zo zien ze eruit. Hier zie je een voorbeeld. Dus ich spiele morgen gegen einen Freund. Je weet dat ich het onderwerp is in de eerste naamval staat. En einen Freund het leidend voorwerp is dus in de vierde naamval staat als herinnering. Je weet hoe je het leidend voorwerp kunt vinden in de zin. Dus je kijkt, je vraagt daarna. Je kunt hij, hem vervoegen of je kunt naar het voorzetsel. In deze zin is er ook eentje gegen kijken. Als hij er is, dan weet je dat het de vierde naamval is. En hoe is het nu met het persoonlijk voornaamwoord in de vierde naamval? Dat woord einen Freund is hij, dus er. En dat wordt naar ihn veranderd. Dat kunnen we hier ook zien. Rechterkant hier. Er wordt ihn. En dus zo kun je het herkennen. Het leidend voorwerp wordt naar deze vorm veranderd in de vierde naamval. Dan dat bezittelijk voornaamwoord is, kun je hier in het paars zien. Deze beide foto's ga ik voor jullie op Google Classroom online zetten. Die kun je gewoon downloaden en bekijken. Ik ga hier ook even in een voorbeeld laten zien hoe dit werkt. Je ziet ich in de eerste naamval einen Freund, in de vierde naamval als ik einen Freund is hij, kan in de vierde naamval in het persoonlijk voornaamwoord zetten, is wordt ihn. Dus ich spiele morgen gegen ihn. En als ik nu in deze zin nog een bezittelijk voornaamwoord wil invoegen, dan heb ik achterin nog meine Mannschaft ingevoegd. En de hele zin betekent, ik speel morgen tegen hem met mijn team. Dus mijn betekent in Duits meine. En de Mannschaft, meine Mannschaft, hoort bei der ersten Namenfall, dus bei ich, bei mij. Sehe hier, ich, meine. Dus, das persönliche Vornamenwort in diesem Sinn ist ihn. Und das besittliche Vornamenwort ist meine. Meine, auf meine, mein, geeft an, dass es von mein ist, das ist mein Besitz, dus besittlich. En ihn verfangt einen Freund. Hi. Dus ihn. So könnt ihr es erkennen und ihr kennt das Verschil zwischen beide Formen. Ihr könnt beide Fotos in Google Classroom noch ein Kehr nachkijken, downloaden, gebrauchen, wie ihr will, dass ihr da auch das Verschil könnt sehen. Und ich hoffe, dass ihr Juli helpt, um es gut zu lernen. Doei!